En dan de 1500 meter heren. Van start zijn gegaan Borghans, Van den Berg, Vrijman, Versteeg, Kok, Verbeek, Verloop, Peters, Laus en Van Gemeren. Dat heeft u kunnen meelezen. En ze zijn van start gegaan voor de 1500 meter heren, waarbij de favoriet voor de eindzegen natuurlijk een Rob Druppers zou zijn geweest. Maar die heeft gemeend deze Nederlandse titelstrijd te moeten laten lopen. Een andere favoriet zou zijn geweest Han Kulker, maar die heeft gekozen voor de 800 meter. Kortom, wat overblijft in Nederland om hier te duelleren om een Nederlands kampioenschap is hier dan aanwezig. Terwijl de heren voorlopig boemelen met aan de leiding Peters, vertel ik wat uitslagen zoals we die eerder in deze uitzending al enigszins hebben aangegeven. Mario van Acht won de 400 meter in 53-41, dat werd de officiële tijd. Het speerwerpen, dat werd inderdaad gewonnen door Smit en de winnende worp heeft u gezien. En tevens vertel ik dat het hoogspringen gewonnen werd door Ruud Wielaert. De dertiger met een hoogte van 2,12 meter was hij dit jaar het beste. Verbeek, hier op kop. Borghans, dat is die atleet met 91, dat zou je een favoriet kunnen noemen. Maar vorig jaar werd tweede Van Gemeren. En die zit ook in dit gezelschap. Hij loopt daar aan de buitenkant met AAV 466. Op kop Verbeek. Dan Versteeg en Borghans in derde positie. Atleten komen bij de 800 meter grens. Het is allemaal duidelijk. Het gaat niet om de tijd. Het gaat om het kampioenschap. Er wordt flink gesmeten achterin. Daar gaan je illusies. De illusies van Vrijman worden beëindigd door de valpartij. En hij komt er niet meer bij. Borghans op kop. Borghans, dan Van Gemeren. Toch ervaring natuurlijk, gezien ook zijn prestaties vorig jaar. Druppers werd vorig jaar kampioen. En de man die zich in dit rijtje kan scharen is natuurlijk toch een atleet die in een goed rijtje terechtkomt. Druppers 84, Stijn Jaspers. Hij, inderdaad, was het in 83. Kurmeling. 82, 81 Lelieveld. En hier dan Van Gemeren. Geen bekende jongen nog naar buitenuit. Van Gemeren met Versteeg. En Borghans komt nu aan de buitenkant. Daar is Borghans. Maakt hij zijn favoriete rol waar? Nee. Het is toch Van Gemeren. 3:51.28.